Hallo kijkers van Ultramus 93 en welkom bij aflevering 66. Hier is jullie verslaggever weer. Namelijk, ik. En we staan vandaag voor het Vice City Stadion, want Tommy Vercetti gaat meedoen aan een stadion event. En ik ben benieuwd welke. Chaos Derby. Oké. Blijkbaar gaan we dus Chaos Derby doen. En blijkbaar is het leuk. Met een monster truc. Oh ja, dit kan ik nog wel. Dit doen ze ook in GTA San Andreas. Je moet je tijd boven 1 minuut krijgen. Je moet je tijd op 1 minuut krijgen. En als je andere gasten vermoordt, krijg je extra geld. Waar is het tijdding? Hoi! Tadaa! Nou jongens, dat was de aflevering. Doe een duimpje omhoog. Nou ja, nee, dat was veel te kort. En hoe komt het dat van dat 1 minuut wat wij net hebben gedaan van een stadion-event, wij opeens, laten we zeggen, zo'n... Even kijken, 8 uur... kleine 15 uur verder zijn? Hoe kan dat opeens? Ik ben maar 1 minuut in dat sta... Wacht even. Geef mee! Ik zie iets wat we mooi kunnen doen. Eigenlijk zijn er 3 stadion events, jongens. Ik ga ze ook alle 3 doen. Maar om ze alle 3 te kunnen doen, moet ik wel weer een tijdje wachten. Want hij gaat alleen maar open rond 8 uur. Dus eigenlijk wat ik nu wil zeggen is... Wat ik nu ga zeggen dus is... Ja. Als ik nu 8 uur verder... ik kan wel opslaan en zo en 8 uur verder. Maar ja, dan kunnen we het nooit doen in 1 aflevering. Deze komt nog wel, gek genoeg. Ik had verwacht dat ik de hele aflevering mee bezig was. Om die gasten uit de weg te beuken. Maar blijkbaar waren die gasten iets makkelijker dan ik dacht. En was ik iets te goed, iets beter dan ik dacht. Maar ja. Ik weet wel dat er nog 2 events in het stadion zijn. Eentje met motorstunts. En eentje met het gerace. Oh ja, trouwens bij dat race. Win je ook als je als tweede en derde scoort. Dus daar ga ik niet zo echt als zeggen van nu wil ik als eerste. Nee. Dan ga ik gewoon zeggen van... Ik schrok me dood hier. Derde plaats. Helemaal goed. Want ja, je rijdt dan wel 12 rondjes. En ze crossen de hele tijd erbij. En dit is heel mooi om te doen. Auw. Nou. Dat ging al meteen goed. Is er ook nog iets anders bij? Oh, kijk. Ik wist helemaal niet dat dit ding er was, ja. Nou ja, weer wat nieuws geleerd. Hop. En we... Oh, shit. Dit was wel even een sprong waar ik voor vreesde. Is niet dus... Ja, ik denk dat je hier een iets snellere motor van moet hebben. Ik ga nog 1 sprong proberen. En dan even een makkelijke sprong.
je niet zo snel faalt. En ik mis meteen al de sprong die ik wil gaan doen. Ik rijd er zo voorbij. Oh ja, en trouwens bij de motorstunts gaat het om hoeveel tijd je besteedt. Je krijgt een grotere prijs als je het allemaal doet binnen 5 minuten. Maar ik krijg ook een prijs als je je hele leven zit en dan opeens het haalt. Dus dan bedoel ik langer dan 10 minuten en zo, hè. Voor hun telt het als langer dan 10 minuten. Zo noemen hun het. Ik noem het simpelweg langer dan 5 minuten. Maar hun vinden het leuk om 10 minuten en langer te noemen. Nou ja, als hun dat willen, dan doen ze dat. Palmbam, niet tegenaan botsen. Ja, en nu moet ik de weg hieruit vinden. Het scheurt wel lekker hier. Ja. Er is er ook nog een uitgang hier. Oh, we zijn al helemaal bij Phil. Ik ga even body armor ophalen. Dat lijkt me een slim idee. Of nee. Laten we zeggen van dat we vandaag een beetje veel geld hebben opgehaald. En dat het goed gaat met het geld ophalen. Want we zitten al op de helft. En we hebben ook de helft van alle zijmissies al gedaan. Die er zijn. Eigenlijk zijn er nog... Hoeveel afleveringen zullen nog zijmissies worden? Als ik heb ingeschat, hoeveel zijmissies zijn er nog? Hoeveel... Nee, wacht even. Hoeveel afleveringen? Hoeveel zijmissies zijn er nog? Even nadenken. Ik koppel sommige bij elkaar. Dus, 1, 2, 3, 4, 5. Bijvoorbeeld de top fun koppel ik aan elkaar. En de... En 2 helikoptertours plus nog 2 helikoptertours. Eigenlijk zijn er nog maar een paar zijmissies. Namelijk, stadion event. Nog een stadion event. Helikopterparcours dingetje. En de top fun. Dus dat zijn nog na deze aflevering nog 5 afleveringen van Stunt to the Stunt. En dan ja. Komt het laatste bedrijf en de eindmissies. En dan gaan we heel snel richting het einde toe. Zo, kijk eens. Al 40.000. Bij elkaar kunnen te... weten te sprokkelen. Sprokkelen. Eigenlijk moeten we alleen nog maar 30.000 bij elkaar zien te vinden. Maar dat is voor later zorg. Dat komt allemaal nog wel. 30.000 toch nog maar. Eerst hadden we 0,00. En nu hebben we alweer $40.000. En hoeveel zijmissies hebben we al gedaan? 4 nog maar, volgens mij. Ja. 4. Tadaa. Zo goed gaat het. Zo. Nou, dan ga ik. Ik zou een body armor op gaan halen. Nee, dat vind ik zonde. Ga je wel een body armor ophalen? Ik rijd er ook zo mooi voorbij. Willy. Tommy Hamrecht. Anders val je er weer af en dan kan ik meer dan een... geval halen. Maar kijk eens, ondertussen dat ik even naar mijn safe house rijd. Doe ik even mijn sluitertje. Kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik... Doei!